Elliot is goed. Elliot is goed, maar ik hoor het al dat de trainer me Ellie noemt. Dus Ellie is ook goed. Of Elliot is goed voor me. Mijn eerste dagen zijn rustig, maar ook een beetje druk natuurlijk. Ik probeer me zo snel mogelijk aan te passen bij de groep. Natuurlijk is het altijd leuk, omdat we hier een zeer goede groep zijn. Mijn eerste dagen zijn goed en ik kijk er naar uit om de volgende dagen hier bij de groep te zitten. Qua omgeving kon ik me hier wel sneller aanpassen dan ergens anders. Dus natuurlijk is de keuze dan een beetje makkelijker, omdat ik wel de omgeving een beetje ken en een paar boys ook van het team. Mandy, Mieke en Zeno hebben allemaal samen gespeeld bij de belofte. Dus natuurlijk voor mij was het ook fijn om die boys terug te zien. En ze hebben me daar ook ontvangen. Dus het is wel beter om me zo snel mogelijk aan te passen en zo snel mogelijk te kunnen leven op het veld. En naast wie zit je in de kleedkamer? Want ik heb begrepen dat je graag naast Mandy wou zitten. Ja, helaas. Naast Mandy is er geen plaats meer. Dus ik zit nu als naast Zeno en Tobe. Ook mooi, ook mooi. Hoe belangrijk is geloof voor jou? Heel belangrijk. Neemt een groot deel in mijn leven natuurlijk. Ik ben een christelijke familie opgegroeid. Met een moeder die me zo heeft opgeleid, zeg maar. En ik heb het dan overgenomen van mijn moeder. Is heel belangrijk voor me. En neemt wel een grote plaats in mijn leven. Daar kan ik wel rust een beetje op vinden en daar kan ik me ook een beetje focussen. Alles wat buiten voetbal is, alles wat ik in mijn gedachten heb, daar kan ik het gewoon even loslaten. Dus het doet me wel goed en is wel heel belangrijk voor me. Om de top te kunnen geraken moet je ook extra werk doen. Invisible work doen naast het veld. Ik was eigenlijk dieper en dieper aan het denken over hoe een atleet naast het veld moest zich gedragen. En ik kijk heel veel op naar basketbal en naar atleten die daar in Amerika hoe zij het doen. Ik heb verschillende research gedaan en uiteindelijk ben ik gekomen met het lezen van boeken en stond me aan. Dus sindsdien ben ik niet meer gestopt. Ja, op dit moment ben ik het boek van Tim Groeven. Ik weet niet of je het kent. Tim Groeven is eigenlijk een fysio, maar ook een personal trainer die grote atleten heeft getraind, zoals Michael Jordan, Dwayne Wade, meer basketbalspelers. Maar het gaat meer over specifieke trainingen en over hun mentaliteit dan. Dus op dit moment ben ik juist klaar met dit boek, dus ik ben op zoek naar een ander boek. Maar ja, is iets nieuws voor me, maar ik heb er veel plezier in gepakt. Dus ja, naast het veld, als ik niks te doen heb, heb ik vaak een boek bij me. Ik ben komen kijken tegen Brugge. Komen kijken tegen Brugge en ik was wel verrast van de ambiance, zeer goede ambiance. En ja, heeft me wel plezier gemaakt. Dus ik kan niet wachten om op het veld te staan met de supporters achter ons. Wat mogen onze supporters van jou verwachten, Elia? Ja, een speler die alles gaat geven op het veld. We hebben een goed team, we mogen veel eisen van ons. We kunnen één big. Dus een speler die alles gaat geven voor het team, voor de supporters. En heel ambitieus is. En ik kan er ook 100% erin geven om de doelen te bereiken die de club wilt. En om plezier te maken aan de supporters. Momenteel ben je nog aan het werken aan je terugkeer. Hoe verloopt dat op dit moment? Ja, goed. Ik voel me redelijk goed. We zitten nu aan het einde. Dus dat is natuurlijk een beetje makkelijk voor mij, want ik zie natuurlijk het einde. Maar het loopt goed. Ik wil zo snel mogelijk terugkomen. Maar ja, natuurlijk op een goede timing. Niet te snel ook. Maar we zitten nu op het einde. Dus ik ben er heel blij en kijk er naar uit om terug op het veld te zijn met de boys.